Zoals we zeiden, hier gaat het natuurlijk nooit normaal. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en Sergio die staat daar buiten. Een beetje ernstig overbelicht. Zo, kijk eens. Want wij hebben namelijk een nieuwe tv-meubel besteld. Maar ja, tegenwoordig komen ze niet meer binnen. Dus we zijn blij dat we naar een vriend op bezoek is. En die komt dan, gok ik, via de lift zo naar boven met een paar dozen. En dan mogen we zelf aan de knutsel. Dus ik hoop dat het gaat lukken. En vooral het ophangen. Dat vind ik wel spannend. Ja, eenmaal schuin. Een gaat in de muur is toch een beetje zonde. Nee, René had verteld inderdaad hier weer vier maanden. Oh, hij laat de ander het werk doen. Ja. Nee, ja. Zo werkt dat. Slim. Zo werkt. Ja, ja, zo werkt. Zo, die zijn nog van Donna, denk ik. Zo. Wat is dit joh? Wow, en confetti. Confetti van de baby reveal. And it's gone. Zo, dat is zeker Donna. Ja, hè? Een lekker bordje. Oh, ja, die is ook van Donna. Kom op, stel jij eens waar. Waarom ben je zo slecht? Ik vind wel dat je een beetje... Komt even, waarom ben je zo agressief? Ik ben zijn voeten totaal heb. Niet agressief. Komt hij uit drugs verleden? Ja. Komt zeker aan Tilburg? Ja. Ja, sociaal volk. Ja, net als jouw drugs verleden. Ja. Daarom ben ik ook weggegaan. Ja, daar ben ik eigenlijk weg. Dus dan waren we aan het zoeken. Ja, ja. Je zat achter me aan. Ja, dus. Schat uit! Je hebt goed uit, jongens. Lekker, hè? Mooi, hè? Mooi. Lekker mooi. En dan ben ik heel blij. Wil jij nog? Nee, ik snap alleen praten. Ik vind het een beetje kaal te horen. Hé! Hey. Wil je nog lampjes in die kast, schat? Wil je nog... Zit hij er niet bij? Nee. Nou, natuurlijk niet. Nee. Nou, misschien wel. Is misschien wel leuk. Ja. Dan moeten we even naar de coma. Maar vanuit de gamma, het grootste deel staat. We gaan alleen nog de tv ophangen en daarboven moet ook nog een plank komen. En Olaf die heeft even heel lief geholpen met alles. En het was echt heel sneu, maar we gingen dus nu eten. En zij zouden dan even kijken of ze de planken nog op konden hangen. En dan zijn we lekker spelletje gaan spelen. En toen werd Sergio opgeroepen voor zijn werk. Dus dat is wel echt een beetje balen. Hopelijk volgende keer weer gezellig en een wat mooier weer. Want het was op zich wel oké, maar er stond echt een keiharde wind. Dus echt lekker naar buiten was het ook niet bij. Ik ben in ieder geval blij. We hebben niet echt de ruimte die we hadden gewild. Met de nieuwe, met nieuwe tv-meubel. Maar... ja, staat wel mooi. En het geeft weer de gelegenheid om gewoon alles weer wat beter uit te zoeken. Zo, we zijn bij dag 2 van de verbouwing. Mijn man is klusser. Het plankje hangt inmiddels ook. En we zijn nu bezig met het tweede plankje op te hangen. En als het goed is, komt vandaag alsnog het tv-meubel hanger ding. Zodat de tv opgehangen kan worden en hij niet meer hoeft te staan. Ik hoop dat dat helemaal naar ons wens gaat. Ik hoop het ook allemaal, ja. Ja, meestal gaan dingen niet gelijk in één keer goed bij ons. Dus... het is altijd zo irritant dat er altijd wel iets afwijkt inderdaad. Ja. Maar goed. Gehoorbescherming ga ik nu toch maar eventjes indoen. Hè? Hè? Sorry als ik al wat harder praat. Ja, die heb ik niet meer nodig, want mijn ogen zijn al beschadigd. Ja, maar je moet gewoon beschermen, want ik heb geen zin om dadelijk tegen jou te moeten schreeuwen als je het opentje bent. En dat ik moet zeggen, jij geschaad! Hè?
voor de televisieplank. Ventirai. Maar, dus deze zit er nu in. Maar hier gaan de pluggen niet in, want de boor schijnt versleten te zijn. Dus hij pakt aan de zijkant niet de precieze grootte als dat hij zou moeten doen. Dus we gaan het nu anders proberen. Hij heeft wel een 8 mm boortje, maar dat is niet voor die grote boor, zeg maar. Dus we gaan proberen kijken of hij wel de zijkanten daarmee dan nog kan schapen. Want ik bedoel, de weg, het gat hoeft hij dan niet meer te maken in ieder geval. Yes! Yes! Yes, poepie. Beetje doorzettingsvermogen, maar dan komen we er al. It did the trick! Ah, gaat het dan toch nog lukken vandaag? Ik heb er wel honger van gekregen, ik weet niet hoe het met jou zit. Man. Een paar kilo lichter van de stress. Ja, we hebben de cheat day wel goed gecompenseerd. Nou. Daar zitten we dan op de bank. Het is gelukt. Ik ben er helemaal vanaf. Het was echt een bouwpakketje van heb ik jou daar. En, 2 dagen mee bezig geweest. Super blij dat Olaf gisteren geholpen heeft. Maar ik moest het vandaag dus afmaken. En, het ging natuurlijk weer niet zonder slag of stoot. Nee. Zoals gewoonlijk. Ja, ik zou graag willen zeggen dat het went, maar het is toch echt niet zo. Blijf frustreren. Maar het is gelukt en we zijn trots op het resultaat. Ja, het laten zien. Het ziet er echt super tof uit. Het is mooi, rustig, strak en toch speels ook, hè, dat het niet helemaal recht hangt. Ja, dat heb ik goed bedacht, hè, Poppy. Hebben wij een goed bedacht inderdaad? Heb ik bedacht, jij ging akkoord. En dan moeten we alleen nog die kabeltjes wegwerken en het een en ander aansluiten. Ja. Dus het is een beetje, het is al 's avonds jongens, dus het zit in de schaduw. Maar het is dus een beton look. Ja, daar komen nog lampjes in, maar daar hebben we dus, deze is de andere kant. Kunnen we dus nog wat in kwijt en wat decoratiestukken. Nou, kom de trompet weer kwijt. En hier hebben we dan weer wat ruimte. Het is wel zo dat we een heel stuk minder ruimte hebben dan we wilden eigenlijk. Daar had ze zich een beetje in verrekend of niet gerekend. Op verkeken. Op verkeken en niet gerekend. Maar het was ook weer een goed momentje om gewoon even de spullen uit te zoeken. Wat ook weer naar beneden kon en wat we niet altijd gebruiken. Dus, ja, als je dan zo'n kast uit gaat ruimen en weer in gaat ruimen inderdaad, dan... Ja, we gaan wel. Daar zijn we weer, sorry. We moeten even ietsje beter belichting en we waren ook meer in de beschrijving. En nu ook niet volgens mij. Maar nou goed, maar niet uit. Kastje uitruimen, inruimen, dat je dan erachter komt hoeveel je gewoon niet gebruikt van alle zooi die je in je huis hebt. Ja, dat is altijd wel goed om even anders na te denken. Hoe langer je het niet doet, hoe meer zooi erbij komt, dat je dus gewoon bijna niet gebruikt. Nee, ik wel. We hebben het nu weer uitgesorteerd. Blij met hoe rustig het eruit ziet. Ja. En wat hij al zei, we willen nog even het stopcontactje die hier nu wit is. Willen we kijken of we die ook in het zilver kunnen krijgen. Of we die ook in het zilver kunnen krijgen. En of we nog zo'n wegwerkstripje voor de snoren ook in het zilver kunnen krijgen. En dan zijn we weer helemaal happy. Zeker weten. Ja. En we hebben dus nog die oude tv-meubel te koop. Dus mocht je een tv-meubel nodig hebben, let us know. Let us know, want hij is heel mooi en er zit zelfs een klein haartje in. Ja, zo'n bio-ethanol haartje. Heel leuk. Tof. Ja.
super tof. Maar wij gingen even voor iets anders deze keer. Ja. Dus nou, vond je dit een toffe vlog? Even doe even een duimpje omhoog, laat even weten wat je ervan vindt. En ja, vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken. En een reactie achter te laten vinden we altijd heel erg leuk. Ja, en we zullen altijd proberen af te reageren. Exact. En eigenlijk slaap lekker. Ik ga morgen werken, dus ik heb 5 uurtjes zo in mijn hoofd. Ja, en morgen gaan we de motor ophalen. Oeh ja, daar heb ik echt zin in. Oh, wacht, echt al 7 maanden niet gereden of zo. Ja, oké. Okay. Nou, ciao. Slaap lekker. Slaap lekker, jongens. Ciao. I just wanna see where your love can take.